De Antillenflat is al zoend het instwatten van de rige balkons op 23 mei net bewember en zal dat voorlopig ik net worden. Wol is er meer duidelijk hier over de oorzaak. Wat geconstateerd is, is dat de wapening van het beton, dus de ijzerstaven in het beton, zeg maar, dat die aangetast zijn door roest. En dat daardoor die wapening zijn functie niet meer heeft kunnen doen en daardoor het hele galerijstuk naar beneden is kunnen komen. Voor de bewoners is het een tijd van onwissigens. Benamen de eigenaars van flats hebben dreige tijden. Ontjoerd konden ze in het WTC hotel verblijven, maar dat houdt nou op. Ze moeten zelfs wat regelen. De jongen die dat net slagen, worden geholpen. Vanaf het begin is ook de bewoners-eigenaar gevraagd van denk zelf na over oplossingen. En als er geen oplossing is, u ziet het niet zitten, dan kunt u bij de corporatie aankloppen of daar op dit moment een tijdelijke woning beschikbaar is. En ik kan u vertellen dat van de 47 eigenaren op dit moment 8 van de 47 hebben gezegd van nou, wij zien geen kans om zelf nu iets te regelen. Wilt u inderdaad ons een tijdelijke woning beschikbaar stellen? Maar voor Harden is er nog een grutter probleem. Want wat matten ze met Harden flat en wat brengt het nog op? Er is een weromkeerregeling met Woon Friesland, maar wat is een flat nog wurg? Voorlopig is ik daar geen duidelijkheid door. Het probleem daarin is dat er zeg maar een aantal onafhankelijke taxateurs moeten komen wat die woningwaarde is en ook wat mensen zelf hebben aangebracht aan extra's in zo'n woning. En dat zal op dit moment heel lastig zijn om dat vast te stellen. Dus in die zin is het heel lastig om op basis van die afgesproken formule in de koopovereenkomst om vast te stellen wat een exacte waarde is. De vraag of er sprake is van zogenaamde verborgen gebreken, wie is de corporatie van de Haan? Want ik, zij wisten net van de gebreken onder de flat.